Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. Ik sta hier met de dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland, Hetty Klavers. Hartstikke fijn dat je er bent. Maar waarom staan wij op dit punt, Hetty? We staan op dit punt vanwege verschillende redenen. Als eerste, en dat zie je daar ook op de grond, is het de plek waar in 1956 de dijk gesloten is, de IJsselmeerdijk gesloten is. De tweede reden is dat in 1996 de provincie, jouw provincie, onze provincie, dit kunstwerk heeft aangeboden aan alle inwoners. En dat is een kunstwerk van Jan Wolkers met ook een heel mooi gedicht erop. Wie schilt de steen, wie snijdt het water, over de golven heen loop ik naar later. Hoe mooi. Heel mooi toekomstgericht. Ja. Past bij het programma Landschap voor de Toekomst. Jullie zijn met de dijkversterking bezig, onder andere deze dijk. Maar uiteindelijk zijn er een heleboel uitdagingen die op ons afkomen. Op jou afkomen en op mij afkomen. En wat zijn die uitdagingen nou in het kader van meervoudig ruimtegebruik? Wat kunnen we daarmee? Nou, dat is een mooie vraag, want meervoudig ruimtegebruik klinkt zo mooi, klinkt zo logisch, gaan we doen. Maar het is best wel lastig. Want als we kijken naar deze dijk, daar moet heel veel aan gebeuren. Wij hebben geld voor de dijkversterking, voor de waterveiligheid. Maar als je juist die plus erop wil zetten, dan moet je met je partners gaan zoeken hoe dat dan kan. En dan moet je ook zorgen dat je tegelijkertijd ook aan de slag kan met die dijk. Wij kunnen niet 20 jaar wachten met het versterken van de dijk, totdat de provincie bijvoorbeeld geld heeft voor natuurontwikkeling, wat je tegelijkertijd zou kunnen doen. Dus dat moet je een beetje met elkaar verbinden. Wat geeft deze plek nog meer? Wat voor opgaves kan je aan deze plek verbinden? Ja, we zijn met het waterschap natuurlijk voortdurend bezig met ons watersysteem. Met de dijken, met de vaarten, de tochten, om het allemaal in tip-top conditie te houden. En als je kijkt naar alles wat er op ons afkomt, klimaatverandering, maar ook veel ontwikkelingen in de ruimte in ons gebied, dan betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat je een robuust watersysteem houdt. Dus wij zijn voortdurend bezig om samen met partners te kijken hoe het beter kan, hoe het beter moet. En als je naar deze dijk kijkt, de IJsselmeerdijk, dan gaan we deze de komende jaren versterken. En niet alleen maar voor de waterveiligheid, wat in zichzelf belangrijk genoeg is, maar ook omdat de dijken niet alleen hier in Flevoland, maar in heel Nederland ook het landschap bepalen. Ik heb ooit eens een kaart gezien waarin alle dijken van Nederland geplot zijn. En dan zie je met één oogopslag dat het Nederland is. En je ziet meteen ook in het midden van Nederland iets heel bijzonders, want daar liggen die drie grote polders van Flevoland. Ja, en dat is zo mooi dat je zowel landschap als veiligheid met elkaar kan verbinden. Dus wij zien het versterken van de IJsselmeerdijk ook meteen als kans om iets te betekenen voor de totale landschap, de beleving. Ja, en dan vinden wij zo'n landschapsvisie zoals jullie die gemaakt hebben, vinden wij heel aansprekend. Want als jullie daarna juist die uitnodiging naar ons doen, naar de partners doen om samen aan de slag te gaan met het landschap en het landschap nog weer mooier te maken. Wat maakt jou nou een dijkgraaf voor de veiligheid? Ik heb in mijn motto heel erg staan dat ik sta voor schoonheid. Dat kan je heel letterlijk nemen. Ja. Schoon water, waterkwaliteit. Ja. Maar ik geloof ook heel erg in de schoonheid van onze omgeving. Ik geloof dat het voor onze inwoners heel belangrijk is dat je kan genieten van een mooie omgeving. En wat ik al zei, het werk van het waterschap vindt allemaal plaats buiten. En daarmee voel ik ook een grote verantwoordelijkheid dat we de wereld ook een stukje mooier maken. Ja.